Een harte goedenavond, kijkers. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Marlon Hoogdorp leidt interim management team bij de communicatiedienst Suriname. Surinaamse Atletiek Bond in de startblokken voor CARICOM 10K Road Race. Resume minister Ramdien op Summit of the Americas. Aangepaste maximumprijzen voor benzine ingegaan. En nieuw seizoen informatief programma Fasane City van start. Bij de communicatiedienst Suriname CDS is er op woensdag 8 juni 2022 een interim management team aangetreden. Dit team wordt geleid door een coördinator in de persoon van Marlon Hoogdorp. De taak is om het beleid op het vlak van overheidscommunicatie verder richting te helpen geven. Daarvoor zal er in de komende 6 maanden een upgrade van de organisatie gedaan worden. Coördinator Hoogdorp wordt ondersteund door 2 waarnemende onderdirecteuren en een secretaris. Het IMT, dat is dus het interim management team. De bedoeling daarvan is om in een bepaalde periode zeg maar een goede upgrade te doen van de organisatie CDS. En het is ingesteld om eigenlijk heel specifieke doelen na te streven, om eigenlijk de organisatie zeg maar bestaanszekerheid te geven, zou ik het zo willen noemen. Omdat er natuurlijk in de afgelopen periode, kan je zeggen, heeft men allerlei dingen geprobeerd. En sommige dingen zijn heel goed gelopen, andere dingen misschien een beetje minder. Maar uiteindelijk moet je echt een gestructureerd plan hebben. Om ook heel duidelijke doelen te bereiken. Want communicatie, overheidscommunicatie, is heel erg belangrijk. En dan moet je dat ook goed aanpakken, zodat je ook de juiste resultaten daarmee kan bereiken. Het belangrijkste in mijn visie van een organisatie zijn de mensen. Zonder mensen heb je niets. Dan heb je een gebouw, je hebt apparatuur, mooie plannen, maar je kan niets doen. Dus daarop gaan we heel veel focussen, dat is erg belangrijk. En de bedoeling is om dan eigenlijk, ik zal zeggen, genoeg te investeren aan kennis en natuurlijk. Maar vooral ook om mensen te begeleiden. Want er zijn mensen op de werkvloer die het werk al jaren doen. En er zijn mensen misschien die er niet zo heel lang bij zijn. Maar belangrijk is dat je kijkt hoe functioneren ze. Wat is er nodig? Hoe kan je ze verder begeleiden in dat wat ze doen? Maar wat ook belangrijk is, is hoe kan je van hun leren hoe je het beter kan doen? Want dat is erg belangrijk. Mensen hebben misschien jaren ervaring of ze doen inzichten op. Wanneer dat werk doet, dan doe je inzichten op. En je hoeft daarvoor niet in de schoolbanken te zitten of een bijzondere opleiding voor te volgen. Maar het is puur praktisch inzicht in dat wat je doet. En dan ontdek je bijvoorbeeld, als ik dit op zo'n manier aanpak, lukt het eigenlijk beter of het lukt sneller. Maar omdat je misschien niet in die functie zit, om het zo te zeggen, dan kan het zijn dat het niet nauw wordt genomen, niet zo. Of je hebt misschien niet echt de gelegenheid gehad om het, zeg maar aan te bieden als ondersteunende kennis. Maar dat is erg belangrijk. Dus we willen ons heel erg focussen op de mensen van de organisatie. Zaken als natuurlijk een goede samenwerking, een goede werksfeer is erg belangrijk. Dat vind ik persoonlijk altijd belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om met plezier op het werk te komen. En je kan, dat hoeft niet pas wanneer alles perfect is. Maar het zijn soms heel specifieke dingen en soms kleine dingen die je moet doen om de werksfeer zodanig te creëren aan de werkplek,
aantrekkelijk, zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met kleine dingetjes soms. Om in elk geval een goede werksfeer te hebben, zodat mensen het prettig vinden. En als ze het reeds prettig vonden, ja, dat ze het misschien nog leuker vinden zelfs. Maar dat is in elk geval één van de belangrijkste dingen. Maar er zijn nog ontzettend veel zaken, zoals processen, hoe je dingen gaat afhandelen, hoe kan je efficiënter werken op die werkvloer. En wat voor betere inzichten kan je gebruiken, die we natuurlijk ook uit de feedback van de mensen zelf op die werkvloer goed kunnen gebruiken. De Surinaamse Atletiek Bond is in de startblokken voor de CARICOM 10K Road Race. Suriname is op zaterdag 2 juli 2022 gastheer van deze jaarlijkse en regionale atletiekwedstrijd. De CARICOM 10K Road Race staat in het teken van de 43e CARICOM staatshoofdenvergadering die rond dezelfde periode door Suriname gehuisvest wordt. Dennis MacDonald is voorzitter van de Surinaamse Atletiek Bond. Hij noemt het de eer voor de atletiekorganisatie om betrokken te zijn bij dit grootste evenement. Deze loop, wat u aangaf, wordt georganiseerd in het kader van dus de CARICOM regeringsleiders die hier op 4 en 5 juli aanstaande een meeting zullen hebben. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aan ons gevraagd als wij dus de organisatie van deze loop willen voorbereiden en ook organiseren. Dus de hele technische voorbereidingen valt dan onder de atletiekbond. De voorbereidingen van deze activiteiten lopen goed. Natuurlijk, het is voor ons een iets groter event. Niet dat wij niet gewend zijn aan internationale events. Zoals u weet organiseren wij jaarlijks de 10K Road Race van de South American. Maar dit is iets groter, iets breder. We verwachten verschillende vertegenwoordigers van diverse lidlanden van de CARICOM. We zijn in nauw contact met het CARICOM-secretariaat, met het ministerie van Buitenlandse Zaken, wat vertegenwoordigers van sportzaken. Dus ik kan wel zeggen dat het allemaal wat technisch betreft heel goed loopt, de voorbereiding. Nou, in principe, als we kijken naar onze ervaring, zouden wij binnen 2 weken zo'n loop kunnen organiseren. We hebben draaiboeken, natuurlijk moet je nou rekening houden met wat andere aspecten. Inschrijvingen lopen iets anders, inschrijvingen lopen niet rechtstreeks naar de bond, maar via het CARICOM-secretariaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus daarmee moeten wij rekening houden. Maar ja, dat loopt wel goed. We hebben geen problemen met deze voorbereiding. Wij gaan vertegenwoordigers hebben van de lidlanden van de CARICOM. Er zijn 15 members. We verwachten niet van alle 15 members atleten. Omdat u weet, logistiek is het niet zo makkelijk om uit de regio naar Suriname te komen. Maar we verwachten wel van een aantal landen 1 tot 2 atleten en een coach die zullen participeren. Ik denk dat vanuit Guyana, omdat logistiek dat veel makkelijker is, een groter aantal atleten zullen participeren. Kijk, in de spotlight natuurlijk is voor ons iets ander event zoals ik heb aangegeven. Het is misschien ook de ervaring die je opdoet, kan je straks misschien een groter event organiseren. We hebben al ooit een Zuid-Amerikaanse kampioenschappen georganiseerd op de halve marathon. En het belangrijkste hier is de contacten die je legt. Toch je infrastructuur breid je uit als atletiekbond. Nou, zoals gebruikelijk bij wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van de atletiekbond worden georganiseerd, denk ik dat het een prachtig event wordt. Het enige waar wij niet van afhankelijk zijn is het weer, maar we hopen dat het ook prachtig weer zal zijn. En een heel mooi event. We hebben een paar topatleten uit Suriname die ook zullen meedingen, waaronder onze Yannick Pomba. Dus we hopen dat hij met de topprijs vandoor kan gaan. Na de COVID-pandemie hebben wij de zaak weer opgepakt. We merken wel overal een terugval in de performance van onze atleten. Maar het geldt dan niet alleen voor de atletiekbond. Ik denk overal wat sport betreft. We zijn druk bezig. We hebben een paar weken terug onze nationale kampioenschappen gehouden. In Frans-Guyana, Sint-Olang. Mede ook vanwege de slechte conditie van het veld, vanwege de regen. Maar we zijn ready. Ik denk dat we het komend competitiejaar veel beter zullen performen. In Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië, is momenteel de 9e Summit of the Americas gaande. Regeringsleiders buigen zich tijdens deze grootste internationale bijeenkomst over een duurzame, veerkrachtige en rechtvaardige toekomst voor ons aardoppervlak. Suriname wordt op de summit vertegenwoordigd door president Chandrika Prasad Santokhi.
Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geeft een resume van de afgelopen dagen. Als woordvoerder van de president, dan bevind ik me vaak op het punt van uitleggen waarom het belangrijk is om naar het buitenland te gaan. Dat heeft u daar net terdege uitgelegd. Er komt toch wel wat kritiek. We proberen uit te leggen dat de kosten altijd voor de baten komen. Maar dit kost nogal wat. Waarom is het belangrijk dat deze investeringen worden gepleegd en dat wij als natie de financiële efforts erin stoppen om vertegenwoordigd te zijn op deze plekken, zoals u al heeft aangegeven. Maar misschien is het toch goed om concreet een voorbeeld aan te halen van onze aanwezigheid hier, waarbij we zeggen, hey, als wij er niet waren, was het misschien toch anders gegaan. Nou, ik ben blij dat u die vraag stelt, want er is veel misverstand in de samenleving. Voor een deel wordt het ook gekweekt, in mijn ogen door personen die beter weten. En ik vind het daarom triest dat men de bevolking op een verkeerde spoor zet. Heel duidelijk moet zijn, als land sta je niet alleen in de wereld. In je eigen omgeving. Geen enkel land in de wereld kan voor zijn bevolking zorgen door geen relaties te hebben met de buitenwereld. Geen enkel land. Zelfs Amerika niet, zelfs Europese landen niet. Zodanig zijn we met elkaar verweven in die wereld. We hebben een wereldgemeenschap. Je bent er onderdeel van. Als je je zou kunnen onttrekken van die wereldgemeenschap, dan zou het betekenen dat je dus alles op jezelf doet. Dat kan niet. Dat is het eerste punt. Tweede punt is, er zijn grensoverschrijdende problemen die besproken moeten worden. We hebben migratie, we hebben personenverkeer. We hebben vliegtuigen die binnenkomen, we hebben goederen die binnenkomen, onderwijs en al dat soort dingen. Dus grensoverschrijdende uitdagingen zijn het grootste deel van onze ontwikkelingsproblemen. Het verbaast me daarom niet dat bijna elk land hier aanwezig is. Eigenlijk elk land is aanwezig, die is uitgenodigd. Het niveau verschilt, maar ze zijn allemaal hier aanwezig. Dus het gaat voordelen hebben sowieso. Voor ons land. De nieuwe maximumprijzen voor brandstof zijn per vandaag donderdag 9 juni 2022 ingegaan. De dieselprijs is ongewijzigd en de prijs voor unleaded is met 2 SRD en 5 cent per liter omhoog. De subsidie per liter diesel bedraagt 6 SRD en 58 cent en 2 SRD en 5 cent voor een liter unleaded. Op super unleaded wordt er niet gesubsidieerd. De internationale olieprijs is de afgelopen maand, mede als gevolg van de voortdurende oorlog in Oekraïne, wederom sterk gestegen. Als deze prijsstijging volledig zou worden doorbelast, dan zouden de prijzen zonder government take, respectievelijk 26 SRD en 45 cent per liter diesel en 26 SRD en 81 cent per liter unleaded moeten bedragen. Met de subsidies wil de overheid burgers en het bedrijfsleven beschermen tegen de turbulentie op de internationale oliemarkt. Op termijn zullen de subsidies worden afgebouwd en worden vervangen door een systeem van subject-subsidies. Het systeem van electronic cash transfers is momenteel in ontwikkeling en zal op korte termijn worden gelanceerd. Het nieuwe seizoen van het informatieve programma Fasane City is van start. Fasane City is een productie van de Communicatiedienst Suriname.
Middels dit programma wordt het beleid van de regering op een creatieve en aangename manier aan de samenleving overgebracht. Fasane City verschijnt elke zaterdag op GovTV kanaal 8.3 met de herhaling op de woensdag. Mevrouw. Ja, buurman. Ik heb een doos uit Holland gehad van mijn zus. Dank, van je Karing. Daar ben ik bezig een pakketje voor jou te maken. Oh, serieus? Buurman, pego. Zeker je go, boss Amoni. Buur, ik hou er ook van. Buurvrouw. Buur. Buurvrouw. Hi, buurman. Je bori. Mi ere den spoon, je bori. Buurman, no do gritty. Je dacht dat de regering die zie, kan ook een nieuwe maatregel voor uit de pina die zie. Wat doe je, man? Ja, buurman, ino je er no? Nee, wat denk je? Dat is een arke nieuws. Is je van buurman de? Her de ai arke popoa. Dan nu ai ko weer miskien poelen geen uit. Welkom bij het nieuwe seizoen van Fasan E-City. Je hoort het al. Het is geen Fasan O-City meer, maar het is Fasan E-City. Wasan E-City. Welkom bij seizoen 3 van San O-City. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.